Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Veel van de dingen die we doen hebben te maken met beslissingen die we moeten nemen en keuzes die we moeten maken. En daar kom ik ook iedere keer weer achter, eigenlijk elke dag. Elke dag maak ik wel een keuze. Dan maak ik een keuze van wat ga ik doen. Ik sta op en dan denk ik van wat is de actie die ik vandaag wil ondernemen? Wat wil ik vandaag allemaal gaan doen, gaan neerzetten? Die keuze hebben we bewust of onbewust maken we die elke dag. Als je standaard van 9 tot 5 ergens werkt of je hebt een fulltime baan ergens, dan is dat natuurlijk een soort van routine aan het worden. En dan weet je om hoe laat je op je werk moet zijn, dan weet je misschien zelfs al per dag wat je in de ochtend moet doen of in de middag moet doen. Dan zit daar al een routine in en hoef je niet zoveel keuzes daarop te maken. Ben je meer in het ondernemerschap, dan moet er misschien iets meer moeilijke keuzes in worden gemaakt. Het maakt natuurlijk ook uit, sta je in de beginfase of iets later en vooral in het begin is het misschien wat moeilijker om keuzes te maken. Ik heb er zelf ook altijd best wel veel moeite mee gehad. Ik ben echt zo'n twijfelaar, echt zo'n perfectionist. Dat was ik, laat ik het zo zeggen. Dat ben ik nu al een stuk minder geworden. Het kan nog wel minder natuurlijk. Hè. Dat is iets wat je constant ontwikkelt. Ik noem dat altijd een levenslang proces. En ik ben eens gaan kijken ook van hoe kun je nou. Want ik werd er eigenlijk zo gek van bij mezelf dat ik gewoon geen beslissingen nam, geen keuzes nam. Dat ik dacht van hoe kan ik nou deze moeilijke beslissingen makkelijk gaan maken voor mezelf? En ik ben erachter gekomen en eigenlijk was dat niet eens wat ik echt op dat moment zocht. Ik heb natuurlijk wel dingen uitgeprobeerd, maar dat was hem allemaal niet. Totdat ik me ging verdiepen in mezelf. En gewoon ging afvragen, wat wil ik? Maar vooral ook, wat zijn mijn kernwaarden? En zodra ik dat wist, kon ik veel betere keuzes maken. Dus als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn... Ik heb 4 belangrijke kernwaarden op dit moment. Die zijn eigenlijk ook een beetje gekoppeld aan mijn 4 belangrijkste jaardoelen. Zoals je misschien wel weet, ik werk met de 4 G's. Gezondheid, geld, geluk en groei. Dat zijn de 4 jaardoelen, daar ga ik het nu verder niet over hebben. Maar die kernwaarden die ik heb, die zijn eigenlijk gekoppeld aan die 4 onderdelen. En mijn eerste kernwaarde is bijvoorbeeld inspireren. Dat is voor mij de allerbelangrijkste. Ik wil op de plekken waar ik kom, waar ik ga, wil ik mensen kunnen inspireren met mijn verhaal misschien. Maar ook misschien met de dingen die ik heb gedaan. Of dat hoeft niet eens iets te zijn wat ik heb gedaan. Dat mag ook zijn wat een klant van mij heeft gedaan. Of misschien gewoon succesvolle mensen hebben gedaan, dat je voorbeeld opnoemt. Maar vooral dat je laat zien dat de mogelijkheden onbegrensd zijn om datgene te realiseren wat jij graag wilt realiseren. Maar dat betekent niet dat je daar nu al hoeft te staan, maar dat het wel mogelijk is. En dat je op die manier zou kunnen nadenken. Goed, dat gaat een beetje voorbij aan het complete onderwerp. Maar goed, zo heb ik dus 4 kernwaarden. Dan laat ik ze gewoon opnoemen. Inspireren is dat. De tweede is vertrouwen. De derde is voor mij leren. En de 4e is voor mij sporten. Ik heb ze omgezet in werkwoorden, waardoor ik ook meer in die actiemodus blijf. Maar dit zijn voor mij de 4 kernwaarden waar ik mij op richt. Dus als er nu iets voorbij komt, laten we zeggen, ik heb de keuze tussen enerzijds een verjaardag bijwonen of werken aan mijn eigen bedrijf. Dan moet je daar bijvoorbeeld een keuze in maken. Dit is even een apart voorbeeld. Ik had laatst iemand met die coaching. Die zei ook van ik wil heel veel aan mijn bedrijf werken. Maar ik heb ook veel sociale verplichtingen. Nou, die kwam heel veel hier tegenaan te zitten. Als je die naast de meetlat zou leggen voor mijn waarde op dit moment. Dan zou ik zeggen ook in mijn eigen bedrijf. Dus op dit moment, dat is eigenlijk de plek waar ik meer kan inspireren dan op een verjaardag. En die staat bovenaan. Dat is mijn belangrijkste waarde. Dus in principe qua waarde is mijn keuze dan al heel snel gemaakt. Dan zou ik zeggen van daar ga ik niet in, dus ga ik dit doen. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere factoren die daarin belangrijk zijn. Hè? Dat zijn meestal de meningen van andere mensen die jouw beslissing, die jij wilt nemen, moeilijker maken voor jezelf. Om die keuze ook daadwerkelijk te maken, omdat andere mensen een rol daarin spelen. En dat maakt het lastig. Ja, dat maakt het altijd wat lastiger. Hoe ik het altijd zeg, dat maakt het een uitdaging om er een goede beslissing op te gaan nemen. Ander voorbeeldje. Ik moet dan eventjes nu wat verzinnen. Bijvoorbeeld, hè, dat is ook een mooie. Je zit bijvoorbeeld veel op social media te kijken. Je vindt ontspanning ook belangrijk. En tegelijkertijd vind je het ook belangrijk om nuttige dingen te doen. Ook in je vrije tijd. Om bezig te zijn met een hobby bijvoorbeeld. Hè. Ik noem maar wat. Leren bijvoorbeeld. Hè. Dus je wilt bijvoorbeeld leren. Nou, laten we dat voorbeeld pakken. Een boek lezen. En daarnaast wil je bijvoorbeeld ook wat ontspanning hebben in de zin van social media. Ook dan kun je weer kijken, maar wat is nou de belangrijkste waarde voor mij?
is dat dan in dit geval leren, wat bij mij bijvoorbeeld op punt 3 staat, of is dat op dat moment de ontspanning? En dat valt bij mij dan in de categorie onder het sporten. En maak ze dus ook heel concreet voor jezelf. Hè? Wat versta jij onder je waarden? Ik kan iets anders verstaan onder sporten dan bijvoorbeeld een topatleet. Een topatleet die wil elke dag sporten, die weet precies wat hij moet eten, enzovoort, enzovoort. Nou, ik denk dat ik daar ook wel redelijk wat van weet, maar niet zo als een topatleet. Hè? Zo doe ik dat niet, omdat het niet mijn allerbelangrijkste waarde is. En omdat ik er iets anders onder versta. Maar dat kan dus een onderdeel zijn. En dat vat ik dan onder social media, ontspanning. En dan zou ik in dit geval al eerder kiezen voor het boek lezen, omdat die wat hoger staat dan ontspanning. Dit zijn nu eventjes hele simpele beslissingen die je dan moet maken. Je kunt natuurlijk groter denken en je kunt denken van oké, wanneer maak ik de overstap bijvoorbeeld van mijn eigen mijn baan in loondienst naar mijn eigen bedrijf. Dat zijn lastigere beslissingen. Ook hier geldt weer, welke waarde is voor jou belangrijker? Misschien heb je wel de waarde dat zekerheid heel hoog bij jou staat. Hè? Dat je echt heel veel zekerheid moet hebben. En dat veel belangrijker voor jou is dan bijvoorbeeld vrijheid. Dat kan, hè? Dat je op die manier bent opgegroeid en dat je liever die zekerheid hebt dan dat je daar vrijheid op hebt. Nou, dan wordt het dus best wel lastig om die omslag te maken. Maar heb jij eigenlijk zoiets diep van binnen? Ja, vrijheid, dat is echt helemaal mijn ding. Nou, dan past het ondernemen natuurlijk in die zin misschien wel weer veel beter bij jou. Aan de andere kant kun je dan ook, dus waar het om gaat, moeilijke beslissingen nemen. Je maakt de keuze, wat vind ik belangrijker? Vind ik het belangrijk om zekerheid te hebben of vind ik het belangrijk om vrijheid te hebben? En daar maak je een keuze uit. Uit die twee. En is dat meer vrijheid, dan weet je wat je moet doen. Dan weet je dat je niet in één keer je baan moet opzeggen en je eigen bedrijf moet beginnen. Maar wel dat je een stapje kunt gaan zetten om je eigen bedrijf langzaam aan te gaan opbouwen. En langzaam aan je baan in loondienst wat naar beneden te trekken, wat te gaan afbouwen. Dat is helemaal aan jezelf. En op die manier kun je dus heel mooie keuzes maken. En voor mij was dit echt een eye-opener toen ik aan de slag ging met kernwaarden. En nu leg ik dus moeilijke beslissingen die ik moet nemen, leg ik langs mijn kernwaarden, ook langs mijn doelen die ik heb. En dan denk ik, oké, wat vind ik nou echt belangrijk op dit moment om mijn tijd aan te besteden? En ja, die vraag, als je dus je waarden duidelijk hebt, dus in mijn geval heb ik 4 waarden. Ik zou ook niet willen aanraden om er heel erg veel te gaan doen. En begin gewoon eens met een paar, 3, 4, misschien 5 kernwaarden. Daarmee beginnen. En leg ze dan eens langs de meetlat. Elke keer dat je een beslissing moet maken, wat is belangrijker voor mij? Dat je die vragen dan achterstelt. Dus je waarde duidelijk en de vraag, wat is belangrijker? Het heeft mij in ieder geval ontzettend geholpen. Misschien kan het jou ook wel helpen. Ik ben sowieso benieuwd. Vind jij het ook lastig om moeilijke beslissingen te maken? Wat doe jij om de juiste beslissingen te maken? En misschien nog wel een hele belangrijke. Welke beslissing ga jij vandaag maken die jou een stapje verder zet in de richting van jouw belangrijkste doel? Hoe klein een stapje ook maar is, zet die stap vandaag. Ga ermee aan de slag. En dan hoop ik jou de volgende keer weer te spreken in de nieuwe podcast. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.